ontstaat per ongeluk. En dat is ook het leuke eraan, dat het volkomen onverwacht is. Dat ik er ook niet rationeel over na hoef te denken. Het is zo diep dat ik er anders ook niet bij kan komen. Er zijn heel veel dingen die je aan het oppervlak wel kan voelen. Frustraties of gebeurtenissen of beelden die je wil verwerken. Maar voor mij komen mijn composities uit een laag die eigenlijk nog dieper is dan dat. En soms schrik ik daar wel eens van, want dan pas kan ik horen wat ik nou eigenlijk voel of wat ik nou eigenlijk ergens van vind of hoe ik echt een situatie heb meegemaakt. Ik ben Sarah Neutkens, ik ben componist en beeldend kunstenaar en ik schrijf. Ik wil eigenlijk alles doen. Als je voor het eerst een stuk gespeeld hoort worden, dat is altijd kippenvel. Dat moment is heel kort. En het is heel mooi om dat toch mee te mogen maken. Want ja, een leven zonder die verwondering zou toch wel heel, heel kaal zijn. Ik heb deel uitgemaakt van Music Hub Brabant. Praktisch hebben ze vanuit de Music Hub mij sowieso financiële steun geboden. Daar hebben ze me ondersteund dat ik een netwerk hier kon hebben en uit kon breiden. En hoe ik dat dan zakelijk en artistiek aan kan pakken. En dat ik ook wat meer zelfvertrouwen kreeg. Ik heb best wel wat geleerd hiervan. Best wel veel. Het heeft opgeleverd dat ik hier in het Muziekgebouw Eindhoven 2 hele mooie cd's heb kunnen opnemen. Daar ben ik waanzinnig gelukkig mee. Want het is echt een van de beste zalen van Nederland, Europa misschien wel. En het is een ontzettend compliment als je hier altijd een soort van speeltuin hebt. Maar het heeft ook ervoor gezorgd dat ik bijvoorbeeld bij een uitgever... Dat iets toegankelijker werd voor mij. Dat is dus superleuk eraan dat je in een omgeving komt waar die balletjes gaan rollen. Want als je alleen maar thuis zit je werk te maken en zo nu dan even cd opneemt en dan weer geïsoleerd in je eigen bubbel terechtkomt, dan kom je niet heel veel verder. Mijn muzikale wereld is daardoor wel groter geworden.